Nee. Ja. Dat komt door Ryan. Ryan, wat is je mening hierover? Ik wil toch gaan met de vriend. Doe Nathan niet achter mij. Oké, stop maar, stop kerel. Yo YouTube, Ace hier met vandaag dus een nieuwe vlog op mijn kanaal. Het is tijd voor een nieuwe vlog. En ja, vandaag is een heel speciale dag, want zoals jullie zien ben ik niet op het station, ben ik niet in mijn kamer. Moeten jullie niet kijken hoe ik weer exact hetzelfde traject afleg met de trein zoals altijd. Vandaag zit ik in een fucking warme tent, samen met Gio. En het is hier fucking warm. We hebben hier eigenlijk al geslapen en we zijn al een dag bij Tease Games. Dus vandaag wordt fucking awesome. En als ik zeg fucking awesome, dan zeg ik Dutch YouTube Gathering awesome. Dus vandaag gaan we hele leuke dingen doen. We hebben niet zoveel geslapen. Hoe gisteren hebben we naar Sinister gekeken. Dus vandaag wordt rib speciaal. En ja, let's go. Oké, ik heb een ontbijt gefixt bij Tease. Fucking chill. Er staat een heel menu of zo in een keuken. Ik heb ook goed nieuws. Er staat een super groot zwembad in Tease tuin. Ik had eigenlijk niet gedacht. Ik kan er straks in gaan. Fucking groot. Ja, we zitten hier nog altijd met hen. Yes, let's go. En Ginger komt zo. En Ryan komt dan ook. Dus het wordt fucking vet. Ik heb een broodje met, ja, muizenstrontjes. Ik weet niet hoe jullie dat noemen, hagelslag. Hagelslag. Let's go. Muizenstrontjes. Noemen ze dat zo in België? Mhm. Muizenstrontjes. Let's go. Dus zoals ik al zei, fucking groot zwembad. Fucking nice. Waar we straks gewoon gaan zwemmen met iedereen. En het huis van Ties is echt chill. En de legend himself, Tuur, is gewoon in de house. Holy shit. Binnenkort heeft hij ook een channel, Tuur Games. En ja, ik ga even tonen waar wij hebben geslapen. Want dat moet dus ook. Het is net alsof we op tentenkamp zijn gegaan. Want Shaquille is aan het omkleden in de tent. Hallo. Dus hier hebben wij geslapen. Ik heb hier geslapen in deze tent. En de andere faggots hebben in die tent geslapen. Let's go. Het was fucking warm. En als ik zeg dat het fucking warm was in die tent, het was echt niet te doen. Ik ga jullie nu even het zwembad tonen in Tiese tuin. Het is echt groot. We dachten laten we een super groot zwembad aanleggen. Gewoon in de grond zoals jullie zien. Super groot. Ja. Inbreken bij Tiese Games. Wow. We zijn gewoon in Tiese Games badkamer. Holy shit. This is where the magic happens. Hier brainstormt Tiese dus voor zijn video's. Wow. Er is gewoon inbreken bij Tiese Games. Er is gewoon Tiese Games behind the motherfucking scenes. Dit zijn scenes die je normaal nooit ziet. Er is het Tiese Games huis. Holy motherfucking shit. Oké, maar ik ga douchen. Boys. Als ik mijn vingers knip, ben ik gedoucht. Dus 3, 2, 1, ben ik gedoucht. Dik shout-out naar het douchen van Tiese, want het is een fucking baas douche. Dit is de put, zo noemen wij het. Kijk, maar ik doe het even licht aan. Het is serieus gewoon een put in de fucking grond. Holy shit. Ties heeft gewoon een martelkamer onder zijn huis. Oei, yo. Ik heb gisteren dus zo'n horrorfilm. En toen dachten we, oh, de hoofdpersoon zit hier nou zo in. Ja, we hebben gisteren Sinister gekeken. Holy shit, dat is gewoon fucking eng. Je kan je mensen opsluiten als je ze niet cool vindt. En dan gaan ze dood. What the fuck was dat? Ik had het knals. Dat was een juice ook. We zijn aan het springen voor de vlog. Hoe warm is het, Job? Is het warm of is het warm? Ik smelt. Ik smelt. Helemaal. En het komt niet door mij. Het is gewoon echt fucking warm. Nee. Holy shit, als dat tegen de camera was. Maar we zijn dus nu op de trampoline aan het springen. Springen. Oh, ons gaan we weer. Let's go. Ja. Let's go. We zijn in Roermond City. Dat met jou. Braaf, zowel de snack Rino's voor de Fisa Fisa die we vanavond gaan doen voor Sweet 16, you know. Sweet 16. Dus ik vind eigenlijk er pittig hetzelfde uitzien als. Stop van doe maar game. Dus we gaan nu naar de city van Roermond. En dat fixen we gewoon die nodige spelletjes die we nodig hebben. Let's go. Yo Maarten, alles goed? Maarten zegt niet veel, hè? Dus we hebben Maarten eindelijk gevonden. Hij staat hier. Zoals je ziet, hij is ook aan het vloggen. Ja, maar dit gaat lekker. Ik ben Maarten. Maar dus Maarten, hoe was je reis hierheen? Ja, het was een beetje wel lekker de reis eigenlijk.
samen met Ryan in een trein en ja, zo chill in. Ja, het is chill dat we Maarten hebben gevonden. En ja, die jongens komen er nu ook bij. Waarom ben je niet hier? Jongens, hebben we Maarten gevonden. We hebben de echte Maarten gevonden. Maarten, hoe was de reis? Good. Let's go. Ben je een wereldreiziger? Ja, nu. Oké, hey, we zijn terug bij Casa Tease Games. En ik heb een hele rare liefde voor vuur. Jij ook? Op de een of andere manier ben ik een beetje pyromaan, want ik kijk heel graag naar vuur. En dan op de een of andere manier ben ik dit gewoon heel mooi. Dus dan gaan we hier met heel de squad, behalve Alex, rondzitten en chillen. En hij wordt fucking vet, ik heb er zin in. Dus ik ga nu terug naar binnen en we gaan waarschijnlijk nog een paar video's opnemen, want ja, dat is gewoon goed. Ik heb er zin in. Het wordt vet. Ik ben blij dat ik hier ben, want het is gewoon super cool en de zomervakantie is bijna gedaan en ik haat mijn leven. Gio, wat vind je ervan? Leuk. Let's go. Samen met de vriend. Doe, laat dan niet achter mij. Oké, okay, stop maar, stop kerel. Sorry, sorry van die schade, maar ik weet het niet. Sorry hoor, ik voel die shit in mijn hart, man. Dude! Wat de hel? Al die lucht die daar zo uit. Frank, Mayan, yo Maarten. Ik ben niet Maarten. Yo, Nighten. Ja, let's go! Dankzij Wayan moet ik niet alleen naar huis, want dat was de saaiste rit ooit en ik heb Harry Potter boeken gelezen op die treinrit. Ja, nee. Jawel. Ja, gebruik je gewoon om alleen niet alleen naar huis. Ah, je gebruikt me. Gebruik ik jou. Dat was dus het einde. We zijn nog altijd bij Ties. De andere helft van onze groep is naar huis. Eigenlijk niet, maar ja. Toch wel. Ze zijn aan de speeltuin. Ze zijn aan de speeltuin. Ze zijn niet net geboren. Ja. Ik wil niet weten wat ze daar zijn gaan doen. Maar oké, Ties heeft de cavia. Ja, oh, oh. Cavia lekt aan je vingers, hoe vond jij dat? Kijk hier, ik vond dat wel lekker, mooi. Je vond dat geil, hè? Ja, maar hij kan niet hard buiten. Je cavia kan blijkbaar ook zwemmen, dat is fucking awesome. Let's go. Zwer. Zwer. Oh, dit is een sfeer, beestje. Ja. Oh, ja, ja, ja. Nee, naar rechts. Oh, doe naar voren. Naar voren. Ah! 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 We zijn aan het eten. Big shout-out naar de ouders van Ties om achter frietjes te gaan. We zijn hier zo, yeah, right there, yeah. Maarten eet alles op. Daarom heb ik bijna niks. Eén frietje. Bijna maar één frietje. Tuur, eet Maarten te veel of eet Maarten te veel? Ja, filmt u een zondevoel. Veel te veel. Veel te veel. Krop. Dus Maarten heeft alles genomen en ik heb niks. Maar dus, we gaan nu eten. Jongens, eet smakelijk. Ik ben even zit. Maarten gaan we slaan. Ja, het is jammer. Got the ice cream, like right here. Dankjewel. Holle bolle heis. Die is de kleine broertje Tuur fixt de ijsjes voor ons. Thanks for the ice cream. Yes, around here. Like op zijn kanaal. Ja, like de video. Like. Zijn. Yo, YouTube. Yo. We zijn zo weer terug met 60 frames. En we zijn weer... Kijk, En we zijn weer terug met 60 frames, alsjeblieft. Let's go! Heb je al ben gefilmd. Let's go. Ik bedoel, gisteren was er een auto en... Oké, de ijsjes zijn op en we leggen hier nu gewoon met iedereen eigenlijk in een gangbang te chillen. Wat vind je daarvan, Jill? Ik weet wat dat betekent, hè? Dus we leggen hier nu gewoon een beetje te chillen op het trampoline, een beetje uit te rusten van alles wat we hebben. Dat is toch wat we aan het doen zijn? Nee, doe het nooit. Ja. Hier zet ik dan op de schuif af van Tease Games. Let's go. Oké, okay, ja, voor de rest hebben we vandaag dus eigenlijk gewoon nog geen één video opgenomen. Ja. Wat we eigenlijk wel gingen doen, maar dus nog niet hebben gedaan. En wat vind jij daar van je harten, van je harten? We gingen vandaag video's opnemen. Ja, we gaan vandaag video's opnemen omdat je dat doet en Agario is leuk. Agario? Agario. Agar.io. Team Oranje, je weet niks, gang. Let's go! Dus, ik weet niet wat we nog gaan doen vanavond. Vanavond chillen we gewoon en het feestje van Ties en chillen en dat soort dingen, dus ja. Hey, ga naar binnen, kom. Shaquille.
Dat komt door Ryan. Ryan, wat is je mening hierover? Ik koel dood. Ja, en jullie willen vanavond buiten? Ja, is goed. Dit was bijna mijn borstkast, kid. Ik zweer. Ik was achter mij aan het lopen, ik gooi zo'n stoel. Ik ging achter hem aan. En hij gooit de stoel uit het niets. Wil is dat bully of zo? Wat is er net gebeurd, Rian? Ja, daarnet waren er zo'n mensen en die vroegen zo om een foto, want ja, vond je dat ook? Ben ik nog een goede vriend? Ja, man. Hey, het is avond en Shaquille is gek. Wat je nu gaat doen, probeer het niet thuis. En als ik zeg probeer het niet thuis, doe het dan echt niet, want het is echt gevaarlijk. Shaquille heeft benzine in zijn handen. Hier naar achter. Als dat in je hand schiet, dan ben je ook gewoon shocked, hè? Ja, geshocked. Je moet naar. Oké, Shaquille. Nee, nee, nee. Ja, een beetje op te komen. Fucking chill. Probeer dat niet thuis. Doe dat nooit na. Als je zelf eens een vuurtje aan het maken bent, giet er geen benzine bij. Of alcohol. Of iets anders dan ontbrand. Giet dat nooit bij vuur, want het is levensgevaarlijk. Fucked up. Het is de verjaardagsfeestje is gedaan. Het is, hoe was het? Fucked. Het was fucking nice. Ik ben eens dit. Ik zou zeggen, bedankt dat je kijkt naar deze hey, video. Morgen gaan we nog dingen doen. Ja, maar dat is de vlog van vandaag. Oh. Vond jij het nu een chille vlog? Doe zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Ace Zit. En ik zal zeggen, we zijn nu samen met Shaquille. Samen met Ryan. Ik doe mijn en ik ga morgen samen met Ryan terug naar België. Maar nu ben ik een beetje, ik ben zeker niet dronken. Misschien een beetje. Hou je bek. Waarschijnlijk niet. Want vergelijken met mijn vlog dat ik naar een feestje ben gegaan. Maar, jongens, jullie moeten begrijpen. Sommige dagen in het leven zijn een beetje fucked up. En andere niet. Dus... Lieve mensen van vandaag, ik ben Ace Zit en ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben Ace Zit en ik zou zeggen, oh ja, ja. Let's go. Like de video. Ja, joh.